ze jagen dus door geluidjes uit te stoten. Nou, ik weet niet of jij dat wel eens hebt gedaan. Als je onder een tunneltje bent. Mijn kinderen vonden dat altijd heel erg leuk. Om dan heel hard te roepen. En dan hoor je de echo. De weerkaart. Verschrikkelijk leuk. En dat hoor je dan ook natuurlijk. En die vleermuizen, die zijn daar echt op gespecialiseerd. Die horen, die stoten dus kreetjes uit. Die zo hoog zijn, dat wij ze niet kunnen horen. Dan heb ik hier nog een apparaatje bij me. Dat heb ik zelf net nieuw. Dus een paar weken aan. En dat is de echometer. Dat is iets fantastisch. Waar dat het voor vogels bestaat. Nou, daarmee kan ik de vleermuizen laten herkennen. Voor de dwergvleermuis. En dan zie je meteen ook hoe die vliegt. Dat is echt een ongelooflijk. Wauw, wat een goed. Wauw, Rans.